vond? Ja, ik vond het een hele bijzondere gebeurtenis. Bijzonder samen zijn. Ook omdat het zo goed is om te zien dat het Museum Prinsenhof zo betrokken is bij de stad Delft en haar inwoners. En dat er dus ook gekeken en gevraagd wordt aan verschillende groepen wat zij nou belangrijk vinden en wat wij mee willen geven als boodschap. Wauw! Ja, ik vind het tentoonstelling helemaal top. Mooi, is creatief. Het verhaal erachter maakt het eigenlijk nog mooier. Het is de eerste keer dat ik eigenlijk echt zo groot op een op zo'n bord sta. Dus, maar niet de laatste keer, toch? Dus, zeker niet de laatste keer. Nee. Heb ik naar vrienden gestuurd, naar mijn broers. En die ga ik zeker hier meenemen, zodat ik ze het verhaal kan vertellen. Het gaat mij erom dat mensen zich erin herkennen. En dan kun je, naar mijn idee, dat veel beter samen met z'n allen doen. Dat vind ik echt het allerleukste wat er is om te doen. Dan begin je aan zo'n project en dan gaat het over veiligheid. En dan heb je gesprekken met allerlei mensen erbij, allemaal deelnemers uit Delft. En weet gewoon samen waar die gesprekken over zijn gegaan. En hoe bijzonder het was dat we dat zo intiem met elkaar deelden. Ik bedoel, veiligheid is niet zomaar een thema. Dat gaat meteen de diepte in. Het werk van Hoza. Ja, Malawa, thuis. Dan zie je nu wat er uitgekomen is aan prachtige kunst. En ja, ik ben echt zo onder de indruk dat hij het zo knap heeft gedaan en zo respectvol naar iedereen. En nou, ik denk echt dat alle deelnemers zich wel in iets uit zijn werk kunnen herkennen.